Goedemiddag allemaal, het is vandaag 27 december en we zijn naar Drenthe afgereisd om hier een beetje uit te rusten van alle beslommeringen van de kerstdagen en van het jaar natuurlijk. We zouden eigenlijk ook hier zijn omdat hier vandaag vlakbij in Heerenveen worden de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen gereden en daar zouden we naartoe. We hadden tickets om daarbij aanwezig te zijn, maar ja, er mag geen publiek bij. Nou ja, ondertussen wordt er wel geschaatst en Sven Kramer heeft zijn best gedaan. Het is een heel ingewikkelde rekensom of hij nou gaat mogen gaan of niet. Dat hangt dan weer van de 1500 meter af en nou ja, ik snap het niet helemaal. Maar ik hoop heel erg dat Sven mag, want ik ben fan van Sven. En verder zijn we een avondmaal dat in elkaar aan het draaien van de restjes. Dus we waren de garnalen op een gegeven moment ergens vergeten in te doen. Die eten nu als voorgerecht. En er was nog een restje puree en een paddenstoelenstoof, dus daar hebben we alsnog een fantastisch maaltje van op derde kerstdag. We hebben ook heerlijk gewandeld, het was heel mooi, een beetje mysterieus, mistig, witte wieven. En dat kon nog net voordat het donker werd, want het wordt wel heel vroeg donker. Maar wij gaan een weekje lekker in Drenthe zitten. Ik zie jullie morgen weer, dag!